Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken wil vanwege het COVID-19-virus geen risico nemen om vakantieactiviteiten te organiseren. Dit haalde minister Reshma Kuldeep Singh gisteren aan voor aanvang van de wekelijkse ministerraadsvergadering. Het ministerie heeft zich sterk gemaakt voor het uitzenden van kindvriendelijke en voorlichtingsprogramma via de media. Ze erkent dat deze vakantie anders is dan die van de afgelopen jaren. Maar dat... Ook qua zelfmoordgevallen, qua drugs en zo. Dus het gaat goed. Als u onze page volgt, gaat u zien dat we heel veel voorlichting geven. Gisteren nog wat met drugs en alcohol. Dus het gaat goed en het gaat steeds beter. Vandaar dat wij hebben geprobeerd door programma's op tv en ook radio en tv-stations ook aangeschreven om zoveel mogelijk kindvriendelijke programma's te presenteren. Dus dit jaar is het een beetje anders dan al de jaren heen. Ik weet dat het even wennen is, maar we gaan niemands leven in risico brengen. Kuldeep Singh haalde verder aan dat haar ministerie ook begonnen is met de inspectie van de COVID-19-maatregelen op de werkvloer. Echter is er volgens haar een tekort aan arbeidsinspecteurs op het ministerie. Arbeidsinspectie heeft nu, krijgt u een hele facelift. En de mensen worden nu ook getraind, ze worden bijgeschoold. En ze hebben allemaal de opdracht gehad om de COVID-maatregelen ook na te gaan in bedrijven en organisaties. En ook natuurlijk de arbeidsmaatregelen te gaan controleren. En ze waren thuisgezet, heel veel mensen waren thuisgezet, arbeidsinspecteurs. Dus ik ben nu aan het kijken, de rapportages aan het kijken, wie is thuisgezet, waarom thuisgezet. En indien het transparant is en de persoon heeft geen... andere zaken begaan, dan zullen ze worden teruggeroepen. Minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Onze nieuwsdienst sprak haar gisteren voor aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers.